Bouwmens in Twente breidt het aantal opleidingen uit. Op de open dag presenteerde het bedrijf een nieuwe opleiding, de eenjarige avondstudie restauratietimmerman en metselaar. Wat is Bouwmens in Twente voor een bedrijf? Wij leiden leerlingen op die hoofdzakelijk vanuit het VMBO komen, dus een VMBO-diploma hebben. En die daarna willen werken en leren. Dus niet volle tijdopleiding, maar deeltijdopleiding. 4 dagen werken, 1 dag naar het ROC. En die kunnen bij ons een aantal opleidingen achter elkaar volgen. Waardoor ze 4 tot 5 jaar verzekerd kunnen zijn van werk en opleiden. Sinds wanneer bestaat Bouwmensen? Dat was al in de vorige eeuw. In 1983 zijn we opgericht. Toen ook in de nasleep van een financiële economische crisis. En die hebben we net weer achter de rug, dus alles herhaalt zich ook. 1 keer in de zoveel jaren natuurlijk. Wij leiden mensen op in de bouwberoepen, timmeren, bouwtimmeren, metselen en tegelzetten. Dus ze worden opgeleid tot vakman? Jawel, het is wel, ze maken wel een keuze voor 1 van de 3. Het is of tegelzetten, of timmeren of metselen. Maar daarmee kunnen ze een diploma halen tot en met niveau 3. En dan zijn ze allround vakman. Alleen dan zijn ze in opleiding allround vakman en dan moet het daar buiten nog gaan gebeuren natuurlijk. Het is in ieder geval een soort startkwalificatie. Niveau 2 is een startkwalificatie, dus als ze niveau 3 halen hebben ze in ieder geval niveau 2. Dus al onze leerlingen kunnen gewoon op de arbeidsmarkt aan de gang en hebben dan al hun niveau 2 startkwalificatie. Wat je hier aan het doen bent? Ja, ik ben hier bezig met de allemaal aan het aanschaven, zeg maar. Vinden ze allemaal werk? Ja, ja. Op dit moment, wij hoeven eigenlijk niet aan uitstroombemiddeling te doen. Dat gaat bijna vanzelf. Je moet je voorstellen dat een leerling al langer bij een bouwbedrijf werkt. Dan is het heel raar als hij dan na 2 of 3 jaar nog moet vragen aan het eind van zijn opleiding, mag ik dan hier blijven? Nee, dat gaat in een heleboel gevallen, is dat een automaat. Ik zit hier zelf voor tegelzetten. Ik ben vorig jaar januari begonnen en sinds die tijd... Ik heb volgens mij 2 maanden eerst hier gelopen en toen ben ik bij een bedrijf terechtgekomen, Asket. En dan zit ik daar nog steeds eigenlijk. Het gaat prima. Maat. Merken jullie er iets van dat de bouw letterlijk en figuurlijk in de lift zit? Ja, dat merken we vooral aan de telefoon, na het aantal aanvragen naar leerlingen. Maar wij hebben natuurlijk in de, een crisis achter de rug waarin we een groot aantal leerlingen verloren zijn. Ook mensen in de crisis anders gekozen hebben dan voor bouwen. Bouwen heeft in de crisis best een slecht imago opgelopen. En dat kiezen, dat kunnen we niet in 1 jaar weer omdraaien. Dus dat heeft een aantal jaargangen nodig voordat we weer op aantallen zitten waar we iets mee kunnen. Maar nu lopen we nog achter de feiten aan. Ze willen een samenwerking tot stand brengen tussen CAA... en SAP, dat is het plan van de wethouder. Wat vindt u daarvan? Nou, laat ik eerlijk zijn, die samenwerking is er gelukkig al jaren. Dus ze werken al samen. En in hoe optimaal die is, dat moeten ze zelf beoordelen. Maar er is een goede samenwerking, denk ik. Ze willen alleen de boel gaan fuseren. Nou, en het blijkt dat daar geen draagvlak voor is. En ook hier politiek gezien geloof ik niet dat ze daar de voordelen van inzien. Dus ik denk dat er 2 aparte organisaties gaan blijven. Dat is mijn verwachting. We kunnen eigenlijk na vanavond de conclusie trekken dat die fusie niet gaat gebeuren. Ik ben geen politicus, maar als ik het moet inschatten, acht ik die fusiekansen niet al te groot, nee. Als het vooral de ene relatie is met die partij om de subsidies bij elkaar te gooien en daar 1 relatie van te maken, dan vind ik de winst mager, want die is niet op inhoud gedreven. Dus ik zou die gesprekken wel willen aangaan, maar niet zo. De heer Pauls heeft het over trouwen, over een huwelijk. Maar dat zal dan wellicht een huwelijk worden op huwelijkse voorwaarden. Waarbij het bedrag wat CAA krijgt separaat staat en derhalve een fusie niet direct meerwaarde heeft. Dat wordt nog een lastig gesprek dan binnen die ene partij als die zou ontstaan. Daar ben ik niet zo'n groot voorstander van. Dat gaan we niet doen. Ik heb eigenlijk aangegeven dat ik van mening ben dat de winkeliersverenigingen en het CA en de Almelo-promotie op een goede manier moeten gaan samenwerken. En niet alleen moeten kijken naar de binnenstad, maar over de hele detailhandel van Almelo heen moeten kijken. En dat er ook een goede samenwerking en afstemming komt van wat gaan we op de woonboulevard doen, wat gaan we in de binnenstad doen, wat voor winkels zijn op de woonboulevard nodig. En dat we een gemeenschappelijke visie ontplooien en ook een uitstraling naar buiten toe hebben vanuit Almelo-promotie om onze stad in totaliteit te promoten. Wat is eigenlijk de verbinding tussen de binnenstad en de woonboulevard?
Ja, die zouden we graag wat meer willen neerleggen. Ook in de mooie plannen die wij op dit moment hebben liggen. Samenwerking zou vanuit onze kant kunnen liggen in de zin van peddelbussen. Een stukje kruisbestuiving vanuit lege panden. Dat je elkaar gewoon de panden etaleert. Een heel mooi voorbeeld wat meneer Blauwe aangaf. Hè? Een overkoppelend iets vanuit een winkeliersvereniging BV Almelo, waar wij dan ook onder hangen. Dat je gewoon stakeholders bij elkaar brengt. Nou goed, dan heb je al een aantal hele mooie punten te pakken. Denkt u dat daar draagvlak is om die dingen allemaal te realiseren? Nou, wat ons betreft wel. Tegenwoordig moet je het samen doen. Hè. Je moet het gezamenlijk doen, alleen lukt het niet. En ik denk zeker als je Almeloer bent en ondernemer Almeloer bent, dat je voor de stad Almelo gaat. En dan moeten we dat kunnen organiseren met elkaar. Mits je de juiste mensen gewoon ook aan die wagen laat trekken. Nee, we hebben met elkaar gezeten, en ik meen dat het eind 2014 was, over hoe willen we het beleid en de uitvoering uiteindelijk rond het afval gaan doen. En daarin hebben wij ook voorgelegd als scenario een vierde container. En daar bent u toen als raad vrij expliciet in geweest dat een vierde container een no-go was. De gehoorde discussie nu in de raad zie ik dat de grote meerderheid uiteindelijk wel het voordeel inziet van de service aan de woning, in plaats van dat iedereen alles weg moet brengen. En het belangrijkste is dat dan ook vooral de overloop, als mensen die bak vol hebben, dat ze in ieder geval nog wel bij de winkelcentra terecht kunnen. Dus alles blijft eigenlijk bij het oude. En als extra service wordt er een extra container bij de mensen neergezet op geheel vrijwillige basis. Als mensen hem niet willen, dan hoeven ze hem niet te accepteren. En dan zijn er mensen die hebben daar geen ruimte voor. Hoe gaat dat? Ja, de mensen die er geen ruimte voor hebben, hem toch graag zouden willen, die zouden bijvoorbeeld een van de andere containers in kunnen leveren. Ik zou eerder gaan kijken, probeer die ruimte te creëren. En aan de andere kant, als je de behoefte niet hebt, als je die ruimte al niet hebt, dan zul je waarschijnlijk ook de zakken niet altijd opsparen. Zoals ik dat thuis wel doe. Ik heb geen groot huis, maar ik heb er altijd 3-4 liggen voordat ik naar de supermarkt ga. Die zullen waarschijnlijk elke dag een zakje met kunststof meenemen naar de supermarkt. Misschien voelen die de behoefte niet om zo'n extra container te hebben. Het is een extra service en de mensen moeten zelf maar besluiten of ze dat willen, ja of nee. We zien nu dat er nog best wel veel PMD-materiaal, zeggen we dan, plastic, drankkartons en de metalen, PMD, metalen drankkartons, dat die nog wel bij het restafval zitten. Waarschijnlijk omdat sommige mensen het niet prettig vinden om dat elke keer mee te slepen naar de supermarkt. Voor die mensen wordt het in ieder geval een stuk makkelijker. En dan kunnen ze dan thuis aan huis scheiden. En daarmee zal bij die mensen ook blijken dat de restafvalbak een stuk minder vol zit. Is dit een investering van zo'n 2,5 miljoen? En is dat rendabel? Ja, die is over 5 jaar. Dus om het geheel even weg te nemen. Het is een forse investering omdat er om en nabij de 30.000 containers uitgezet moeten worden. En dat er ook een extra ronde ingelast moet worden om dat op te halen. Maar de opbrengsten die we nu hebben vanuit het plastic, die wegen daar tegenop. Dus kostenneutraal, dan kan het minimaal. Maar zoals het er nu uitziet, houden we daar als inwoners in totaliteit nog wat geld van over. Dus dat is alleen maar mooi. Zien we daar iets van terug in de vorm van een verlaging van de afvalheffing? Ja, we hebben dit jaar al een verlaging van de afvalstoffenheffing doorgevoerd. Ondanks dat we de service ook hebben verhoogd naar de inwoners. Wat bijvoorbeeld gaat over het grofhuishoudelijk vuil. Naar het afvalbrengpunt brengen. Dat is verhoogd naar 500 kilo. Afhankelijk van het resultaat. Hoe goed mensen het afval scheiden, dan zal de afvalstoffen weer naar beneden gaan. Zoals afgelopen jaar ook het geval was. We staan nu in het kantoor van bouwmensen in Almelo, maar de vorige bewoners, dat was de Leeuwarden Textielmaatschappij, dat was een textielfabriek. En het Mozaïek waar we hier voor staan, dat heeft het toenmalige personeel in 1959 cadeau gegeven aan het bedrijf. Het is een prachtig mozaïek. Wie heeft het gemaakt? Dat hebben we onlangs gerecherseerd. Dat was meneer Schoenaker, die woonde in Oldenzaal. En was al fors op leeftijd, volgens mij al ergens in de 90. En die heeft het gemaakt in 1959. Volgens mij stelt het Sint Maarten voor. Dat zegt mij wel. Ik ben niet voldoende op de hoogte om alle details te kennen. Maar wat we wel gerealiseerd hebben met elkaar, inmiddels in samenwerking met de gemeente, is dat wij gaan verbouwen en daarom wilden we er graag een andere plaats aan geven. Dat is gelukt. Het gaat binnenkort wordt het hier weggehaald en dan wordt het teruggeplaatst op de
bij, op de markt, ergens in een stadstuin. Daar wordt het teruggeplaatst. Dus het blijft behouden voor de geschiedenis van Almelo. Zeg maar. Ik ben al een aantal maanden geleden begonnen met het aanbieden van dit dingetje aan allerlei instanties. En dan kom je vanzelf aan de gang. En uiteindelijk heeft men gekozen dus om het terug te plaatsen in een nieuw te maken stadstuin bij volgens mij de Kloosterhofflat in de buurt. Ik ben gekomen met een restauratie meneer uit Zeeland. Ja. Ja. En zaagt er achterlangs. Dus die zaagt er plakjes af en dan zaagt hij hem in stroken. En dan plaatst hij hem terug als het de tijd voor is. Dus je zou verwachten dat ieder steentje apart verwijderd moet worden, maar dat is dus niet zo. Nee, maar dat is ook ondoenlijk. dat wordt een monnikenwerk, maar dat is niet te doen. Nee, dat wordt er de voorheen gezaagd, zeg maar, de achterlangs gezaagd. En dan in panelen die handzaam zijn, want anders krijgen ze er niet uit, wordt het opgeslagen. En hij heeft de garantie gegeven dat ook het randenwerk, zeg maar, weer helemaal op orde komt. Het blijft behouden van... Waarschijnlijk neemt hij de stukjes in een plastic zakje mee naar huis en dan plakt hij het aan of zo, weet ik niet. Het blijft behouden voor Almelo, dat is één. En twee, het krijgt een goede plaats waar iedereen van dit prachtige mozaïek kan genieten. Ja. Nou, daar is het ons ook om begonnen. Wij kregen verbouwplannen. En toen hebben we gezegd van ja, we kunnen dit ding natuurlijk zo afvoeren in de prullenbak, maar dat mag niet. Dus we hebben alles op alles gezet om het te behouden voor Almelo. Op het moment dat de zuurstofgehalte daalt, betekent dat de patiënt is gestopt met ademen. Ja. En dat is eigenlijk een 1-op-1 relatie. En daarmee kunnen we heel nauwkeurig detecteren of patiënten 's nachts stoppen met ademen. En dat kan een verklaring zijn voor de vermoeidheidsklachten. Ja, ja, voor de apneu. Slaapapneu. Als dat zo is, dan moet de patiënt naar het ziekenhuis om een behandeling aangemeten te krijgen. Als dat niet zo is, dan kunnen we hiermee vaststellen dat de patiënt veilig niet verwezen hoeft te worden naar het ziekenhuis. Ik maak hier mensen bekend met onze e-health-applicatie, TalkSense. Wij helpen jongeren die op het spreken komen bij de seksuele gezondheid bij de GGD Twente om breder te denken over hun eigen seksuele gezondheid. En ook om goede informatie, betrouwbare en compacte informatie mee te geven. Dus, en daar maak ik hier de mensen mee bekend, zodat ze ook zien dat de GGD Twente ook vooruitstrevend is en innovatief bezig is. Ook als er bijvoorbeeld problemen bij het vrije is of vragen over anticonceptie, dan alle informatie is er compact en betrouwbaar bij elkaar voor de cliënten jonger dan 25. Dus op die manier informeren we onze cliënten. Ik zou het heel fijn vinden om de medicatie zoals die door de apotheker wordt afgeleverd, om over die informatie te beschikken. Op het moment dat de patiënt hier komt, om ook te weten welke medicatie de patiënt gebruikt. Nu zien we vaak dat de patiënt met een tasje komt en we weten het gewoon onvoldoende. Willen de apothekers daar wel aan meewerken? De apotheker vraagt zelf al sinds een jaar of zes die informatie of die toestemming om dat te mogen delen. Oh, mooi. En tot nu toe heeft ongeveer 50% van alle inwoners van Twente die toestemming gegeven. Daaraan kunnen we dus zien of u voldoet aan de norm gezond bewegen die er is in Nederland. En die norm zegt dat je 10.000 stappen per dag zou moeten zetten. En zo'n stappenteller geeft je een indruk van nou, hoeveel stappen zet ik nou op een dag? En is dat zoals het zo hoort? Is dat de beste manier voor mijn gezondheid als het ware? Het filmpje dat aangeeft hoe stopbaar je hebt. Noteer vervolgens je bevindingen in je dagboekje om grip op je situatie te krijgen. Inzicht krijgen in je eigen handelen is al het halve werk. Heb je het even zwaar? Met de chatfunctie kun je met lotgenoten chatten en je eigen strategieën delen. Je hoeft het niet alleen te doen. Genoeg gepraat, laten we aan de slag gaan. Dit weekend tellen tienduizenden mensen de vogels in hun tuinen, allemaal tegelijk. Waarom is die tuinvogeltelling nou zo belangrijk? Nou, om inzicht te krijgen in hoe de vogelstand zich in Nederland ontwikkelt. Het wordt nu al 15 jaar achter elkaar gedaan. En we krijgen het zo langzaam maar zeker krijgen we dus een beeld van hoe de vogelstand voor bepaalde soorten omhoog gaat. Dat er dus meer komen, maar er zijn er jammer genoeg eigenlijk veel meer dat er minder vogelsoorten komen.
Dat is natuurlijk wel jammer. En proberen we dus te achterhalen van wat is daar eventueel een oorzaak van. Waarom zijn tuinvogels heel erg belangrijk? Omdat ze ontzettend veel insecten uit de lucht halen. En niet alleen uit de lucht, maar ook uit je planten eventueel. Want het is natuurlijk nooit de bedoeling dat je bloeiende planten kaalgevreten worden door de rupsen. Nou ja, dan als er dan een aantal mezen zijn die die rupsen weghalen, dan kun je weer langer genieten van je tuin. Nu loopt toch de vogelstand in Almelo enigszins terug. En waar ligt dat aan? Nou, ik denk dat dat voor een deel in ieder geval eraan ligt dat we steeds meer tuinen helemaal verharden. En dan is er geen voedsel meer voor de vogels te vinden. Ja, en die vertrekken dan. Wat kunnen mensen nou doen, hè? U bent tuinvogeladviseur, om hun tuin vogelvriendelijk te maken? Nou, vogelvriendelijker maken kun je inderdaad door te zorgen dat je veiligheid biedt voor vogels, voedsel biedt en inderdaad dat ze zich ook kunnen voortplanten. Dus ze moeten ergens hun nesten kunnen maken. Nou ja, daar hebben ze over het algemeen struiken voor nodig. Of eventueel natuurlijk nestkasten. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, je gaat gewoon vanuit de huiskamer of vanuit de keuken, in ieder geval in een warme omgeving, kun je naar buiten kijken. En je kijkt in je tuin en op je balkon. En je gaat tellen van welke vogels er gedurende een half uur. Die kun je bij de vogelbescherming op de website neerzetten. En dan wordt dat dus inderdaad voor heel Nederland wordt het zo bij elkaar verzameld. Eén keer per maand is Wijkcentrum De Driehoek in de Ossenkoppelerhoek het domein van de kookgroep Kleurrijk Koken. Een groepje dames van verschillende culturele achtergrond. En elke keer koken ze een driegangenmenu uit een ander land. Dit keer was het een Turks menu en volgende maand staat een Afghaanse maaltijd op het programma. Iedere Almeloer kan zich in principe opgeven om mee te eten. Kleurrijk Koken die bestaat al een hele lange tijd. Vanuit Skoop was de eerste ondersteuning. Dat doe ik dan hier nog steeds, maar eigenlijk doen de vrouwen voor de rest alles. Het koken, de planning ervan. En als wijkondersteuner ondersteun ik hen bij het naar de kranten toe, naar de wijkbewoners toe informeren. Kufte. Kufte. Aardappel. Ja, is het toch? Aardappel. Aardappel. Paprika. Ja. Kufte. Zijn jullie van plan vaker hier te komen eten? Ik hoop het. Wij hopen het. Wij dachten dat het eten was, maar toevallig. Eten, mooi uit. Ja. Maar ook benieuwd van andere etens en zo. Ja. We hebben zowel de Turks gemeenschap die denkt, goh, ik hoef lekker niet een keer Turks te koken thuis. Maar ook veel buurtbewoners, zelfs mensen uit Delden. En daar staan we ook allemaal voor open. Ik dacht eerst dat ik zelf moest gaan koken, maar het bleek later dat het toch weer goed was van, ik kan gewoon lekker aanschuiven. Maar hartstikke leuk. Ik bevond het heel erg goed. Vooral ook deze vrouwen die zeiden van, goh, we willen samen wat doen, maar vooral ook de Nederlandse taal wat meer spreken en oefenen. En ze doen dit nu al een paar jaar. Je ziet ook inderdaad dat ze steeds beter gaan Nederlands spreken, maar ook durven te praten. Omdat de hoofdtaal hier is, hè? Je moet het alles in Nederlands doen. Het is een bezigheid voor hun. Het is voor bewoners, maar ook door bewoners. Dat was het idee daarachter. Ik ben leerkracht kapper en visagie. En we zijn momenteel dus bezig met de make-up awards die nu aan de gang zijn. Dat doen wij om de leerlingen een extra uitdaging te bieden. En dat doen ze tijdens hun opleiding voor de tweedejaars en derdejaars. Dat lijkt me toch niet iets om mee over straat te gaan? Nee, het is er net even dat extraatje. Ze krijgen allemaal een thema en dat mogen ze dan uitbeelden. De groep die nu bezig is de natuur en straks komt het thema Picasso. Het is wel de bedoeling dat ze kwalitatief goed werken, maar het mag inderdaad hun eigen creatie zijn die je inderdaad niet altijd op straat ziet lopen. Dit gebeurt elk jaar. Dit is nu het derde jaar en het wordt telkens groter en zo groeien we uit.
In deze wedstrijd nemen ze allemaal hun eigen modellen mee. Ja. Dan hebben ze voor de tijd kunnen oefenen dus. Ja, ze hebben kunnen oefenen tijdens de lessen, maar we hebben ook echt ontzettend veel leuke stageadressen die ze daarbij ook helpt en ondersteunt. Dus het is een samenwerking van school en het bedrijfsleven. Nou, het is de eerste dag van de Nationale Voorleesdagen. Dus elk jaar dan vieren we dit feest weer opnieuw. Het begint altijd met het voorleesontbijt. Dan nodigen we kinderen en ouders uit om echt stil te staan bij het belang van het voorlezen. Maar wij vieren er dan echt een feestje bij. En dit jaar is het bekroonde boek ook echt een feestje, want de tijger is jarig en dat wordt dan gevierd. Maar het is dus de start van de Nationale Voorleesdagen. Is dit de hele week of alleen deze dag? Nee, het is de hele week. Het is eigenlijk zo'n week van, wij maken er altijd een hele lange week van. Dus we hebben vrijdag nog activiteiten. Dan hebben we in een mamacafé muziek voor kinderen. Want muziek en taalontwikkeling, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus daarom hebben we altijd ook muziek erin. En zaterdag de 10e, 10 februari, dan sluiten wij de voorleesdagen weer af met een heel groot voorleesfeest. Ook voor de jonge kinderen, peuters en kleuters. Ja, het viel me op dat wel heel erg kleine kinderen waren dit keer. Ja, dat klopt. Maar goed voorlezen, dat moet je heel vroeg mee beginnen. Hè? Met Boekstart promoten we al dat kinderen vanaf een paar maanden eigenlijk ook al met boekjes aan de slag gaan. Dus als kinderen vanaf heel jong al worden voorgelezen, dan hebben ze daar later heel veel profijt van. Dus we beginnen zo vroeg mogelijk. En dus elk jaar wordt er een prentenboeken top 10 samengesteld. En dat zijn dan de 10 mooiste en meest bruikbare boeken om ook verwerkingsdingen mee te doen. Ook in de kinderopvang en op scholen. En een van die 10, ja, dat wordt dan het allermooiste boek. En dat was dit jaar dus De Tijger Slaapt. Wie kiest dat boek uit? Ja, dat is een jury van mensen uit de bibliotheken en uit de kinderopvang. Die kijken van naar welk verhaal leest plezierig voor. Zitten er wat meer lagen in? Dus is het leuk voor hele jonge kinderen, maar ook voor wat oudere kinderen. Kun je er ook nog knutseldingen bij maken? Of zitten er nog bewegingsdingen in? Dus het moet goed bruikbaar zijn. Het grote feest is eindfeest is zaterdag. Is dat ook hier? Ja, is ook hier. Dus dat is zaterdag de 10 februari. Hier in de bibliotheek op de 4e verdieping. Dan hebben we een voorstelling van een van de 10 bekroonde boeken. Dus dat is dan een voorstelling van Antonia. Dat is weer een ander verhaal, maar ook heel erg mooi. En dan gaan we knutselen en wat lekkers eten. En de kinderen kunnen gesminkt worden. Dus er is van alles te doen dan. Spelletjes. Ja. Hoe laat begint dat? Dat begint 's middags om 2:00.